Welkom in mooi Schellinghout, de Buitendijk. Het is hier fantastisch loopbaarheid. Alleen dit keer is het met het loopje wel aan de hand. Want zoals jullie misschien kunnen zien, loopt deze jongen zonder rugzak. En eigenlijk in een veel te laag tempo voor waar ik zou moeten zitten in mijn trainingsschema. Hoe komt dat? Twee weken geleden exact ben ik ziek met volgens de dokter een echte griep. En ik kan je vertellen, je kan beter de nepper als de echte griep hebben. Want de echte griep, daar ben je heel goed ziek van. Bij mij heeft dat als astmapatiënt er nog toe geleid dat ik na de griep verschijnselen over waren. Eigenlijk nog bronchitis eroverheen kreeg. En eigenlijk sinds gisteren heb ik pas weer eens een beetje voldoende lucht om wat te doen. En ik kon het vandaag met dit schitterende weer toch niet laten om even te lopen. Dan loop ik natuurlijk veel te licht en veel te weinig. En veel te langzaam. Maar ja, de voorbereidingen moeten toch langzaamaan weer beginnen. En dit rustige tempo is het eigenlijk wel goed uit te houden. En dan in mijn mooie polderlandschap hier in Schellinghout. Fantastisch. Ik bereid me nog steeds voor op Alpejus. Ik ga dat ook nog zeker halen. Ik kan inmiddels echte mensen niet. Ik kan ook echt niet meer maken om niet te gaan. Ik heb inmiddels meer dan 7000 euro aan sponsoring bij elkaar. Daar wil ik de sponsoren echt onwijs voor bedanken. Voor die 7000 euro ga ik 2 keer 30 kilo naar de top van de Alpejus brengen. Dat is mijn maximale laadvermogen. Dus ik heb nog meer gewicht bij dan die 2 keer. Maar ja, dat neemt niet weg dat ik wel weer heel erg hard op de bank moet en absoluut nog sponsoring kan gebruiken. Wil je me sponsoren? Ga dan naar http://frank.sbpad6.nl. Terwijl ik even een muskusratje film. Die hier schitterend door de sloot heen ging. Waar de dijkgraaf ongetwijfeld niet bang voor is, of niet blij mee is. Maar ik vind het toch weer een mooi cadeautje. Dus wil je me sponsoren? frank.sbpad6. Of neem contact met mij op via deze pagina.